Bij een restauratie doe je natuurlijk ook allerlei ontdekkingen over de geschiedenis van het schilderij. Aan de voorkant van het schilderij konden we op een paar plekken zien dat het schilderij niet is geschilderd op normaal linnen. Toen het oude steundoek verwijderd is, werd het oorspronkelijke doek zichtbaar. Het is wel heel bijzonder. Dit schilderij is geschilderd op beddentijk. Een schilderij van Cornelis de Man, dus geschilderd ongeveer ten tijde van dit schilderij, zie je een matras in de achtergrond. En dat beddentijk, dat heeft dus hier blauwe strepen op het linnen. En dat kan je nu de bedoeking eraf is, kan je dat waanzinnig mooi zien. Dus je ziet die strepen weer op het doek. Er zijn een paar schilderijen bekend, geschilderd op beddentijk, maar dat zijn er een handjevol.